snel veranderende samenleving vraagt van ons om anders te denken. Om te gaan met onzekerheden en ook om samen te werken. Die veranderingen die betreffen iedereen als persoon, maar ook onze organisatie en de maatschappij. Dus ook ons onderwijs. Het vormgeven van toekomstbestendig onderwijs is dan ook een complexe opgave. En we hebben 3 verschillende learning labs die bijdragen aan deze uitdaging en waar we dan dus ook met elkaar samen voor staan. Zij werken, en we gaan het even op scherm aantonen, dat domein overstijgend met 3 verschillende thema's. Multidisciplinair samenwerken, learning lab over docentrollen didactiek en student sense of belonging. Binnen deze labs worden vernieuwende vormen van leren ontdekt, is er ruimte om te experimenteren, je kwetsbaar op te stellen, te ervaren en samen te ontwikkelen. En het mooie is, dit doen docenten en studenten samen met elkaar. Bij ons aan tafel Noortje Vechter, Rick Bijleveld en Ashley Bulthuis over deze Learning Labs. En we gaan ook specifiek het hebben over Major Extraordinary. Welkom. Dankjewel. Mooi. Noortje, jij bent van de Learning Labs, om maar zo te zeggen. Wat is jouw rol? Wat doe jij? Ik ben projectleider van het Learning Lab Student Sense of Belonging. Dus wij hebben dat thema, stellen wij centraal. En zoals je zei, wij zijn echt bezig met studenten en docenten om dat thema verder te brengen. Vanuit een hele lerende houding, dus we experimenteren veel, we ervaren veel en proberen vanuit die systematiek het onderwijs toekomstbestendig te maken om studenten op te leiden richting deze complexe samenleving waarin we leven en ze ook vaardig te maken in het oplossen van de problemen waar we eigenlijk voor staan. Je hebt het over wij. Wie zijn wij? Met wie doe je dat samen? Nou, ik doe het onder andere samen met 2 collega's die de andere Learning Labs daar projectleider van zijn. We hebben een projectteam, maar we doen het met name ook met docenten en studenten die voorstellen indienen. En die direct eigenlijk onderwijs geven op dit thema en dat voorstel verder willen brengen. En daarbij ondersteunen we die docenten. Dus binnen het lab werken meerdere docenten en studenten vanuit verschillende samenwerkingen, initiatieven, met elkaar samen om hun eigen initiatief weer verder te helpen. Precies. Zo zeg ik het goed, hè? Dus om een beetje in te zoomen hebben we voor Major Extraordinary. We hebben Rick en Ashley. Ja. Jullie zijn beide betrokken bij Major Extraordinary. Een semesterprogramma dat ooit ontstaan is voor studenten om achterstanden weg te werken. Nu richt het zich meer op een persoonlijke leerroute die gekoppeld wordt aan persoonsvorming. Ervaringsleer, beroepsvorming. Eigenlijk zou Rut van Lent hier staan om Major X toe te lichten, maar ja, Rick, jij bent medeontwikkelaar en daar kan je dus ook van alles over vertellen. Zeker. Als student medeontwikkelaar ben je dus ook betrokken geraakt bij Major X. Hoe is dat gegaan? Nou, ik zat dus in Major X omdat ik dus achterstanden had en niet helemaal in het systeem pas van binnen zijn, met het standaard gewoon in 4 jaar je opleiding doen. En toen ik dus bij Major X kwam ik erachter van, hey, dit is eigenlijk best wel leuk wat we daar doen en we doen veel experimenteren, veel aan persoonsvorming. Toen heeft Rut mij gevraagd van, er is een plek vrij bij het SSB-lab. Wil je helpen een voorstel in te dienen, zodat we daar verder ons project kunnen verwerken, laat maar zeggen. En wat we tegelijkertijd op het scherm zien, is hoe jij ook onder andere bijgedragen hebt aan dat voorstel. Want wat zien we hier? Nou, we hebben dus 1 opdracht tijdens die Major X, was dat je 10 minuten gewoon moest schrijven. Gewoon blijven schrijven, alles waar je aan maar kan denken. En vervolgens heb je dat, wat je hebt geschreven, kon je verwerken in een gedicht. En dit is het gedicht die ik heb geschreven. Mooi. Hey, Ashley, jij bent geswitcht van voltijd naar deeltijd. Je werkt en studeert en volgt Major X. Wat doen jullie eigenlijk daar precies? We hebben dat elke maandagochtend en dan verzamelen we dan met de klas. En dan beginnen we met een check-in. En dat kan geleid worden door een student, net wat passend is of wat leuk is. Dus dat is een hele vrije invulling. Dat duurt even. Dan gaan we uit elkaar in de leerteams en dan hebben we het erover met elkaar van, waar staan we nu eigenlijk met onze studie? Wat moeten we de komende periode doen? Hoe gaan we dat doen? Wat is ons plan? Daar gaat alweer wat tijd overheen. En daarna komt er weer een opdracht. Dat kan ook geleid worden of bedacht worden door een student. En dat is ook weer een hele vrije invulling. Net wat er speelt binnen de klas of bij een persoon. Dat is heel vrij. Super interessant. Heel flexibel. Ja, super vrij en flexibel. Ja. Ja. Hey, en Rick, ik begreep ook dat een beetje extraordinair, jij noemde het net, ik was een vertrager. Dat jullie het liever niet over vertragers hebben, maar over spreiders. Ja, dat het gewoon dat het een bewuste keuze is. In plaats van dat het zo negatief wordt neergezet van, je hebt vertraging opgelopen, dus ik moet maar een beetje X gaan doen. Nee, we willen dat het een bewuste keuze wordt. Dat je meer aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken en ook maatschappelijke thema's in Winnesheim zelf kan betrekken. Bijvoorbeeld hier ook. 2 studenten hebben het over genderidentiteit gehad en die hebben daar een workshop voor gegeven aan de Social Work Café. Dus om meer gewoon erkenning en bekendheid voor
dat bepaalde onderwerpen. Dat maakt onderwijs denk ik een stuk interessanter voor iedereen. Precies, ja. Ja, zeker. En jullie komen allebei, want jij noemt social work, doen jullie allebei dezelfde opleiding? Ja. Is dit ook al toegankelijk voor andere studenten als je een andere opleiding doet? Ja, nog niet. Ik wil het eerst nog in social work zelf doen en daarna gewoon domein overstijgend. Alleen dat zijn nog verdere stappen in het proces. Stappen te maken inderdaad, ja. Ja, mooi. Hey Ashley, wat draagt nou deze Major X, hè, want zo noemen jullie hem ook, eigenlijk bij aan jouw ontwikkeling? Wat heb jij, heeft het geholpen met je keuze? Ik merkte de eerste 2 jaar van mijn studie dat ik best wel vastliep in het systeem, maar dat kon ik toen nog niet verwoorden. Ik wist wel, iets gaat niet lekker, maar wat gaat hier niet lekker, dat wist ik niet. Toen ben ik dus overgestapt naar deeltijd en daar liep ik dus eigenlijk tegen hetzelfde aan. Dus dacht ik, nou, ik weet niet wat er mis is, maar iets gaat niet helemaal lekker. En ik kende Rut. En Rut was toen al bezig met Major X. En toen kwam ik daarbij. En nou, daar ging eigenlijk een wereld voor me open. In plaats van dat ik moest conformeren aan het systeem, kwam het systeem eigenlijk toe aan mij. Dus ja, het mens zijn staat daar echt centraal in plaats van alleen de studie. En dat was voor mij echt een opluchting. Echt de wereld die voor me open ging. En zie je dat op een bepaalde manier dan ook terug in de rol die de docent aanneemt? De docent komt heel erg toe aan de groep, vind ik. Wat er speelt in de groep, dat staat centraal. Wat speelt bij een persoon, dat staat centraal. In plaats van dat een bepaald thema, wat vooraf bedacht is, centraal staat. Oké, dus niet per se een vast programma. Want je lijkt me best ingewikkeld. Je bent docent, je wil iets met je les, of je hebt het ook voorbereid of bedacht. Hoe gaat dat spanningsveld dan? Wat gebeurt daar? Nou, ik vind het sowieso leuk om te benoemen dat er een hele mooie parallel is tussen wat ze doen in Major X en wat we doen in het SSB-lab. Ja. Want we gebruiken eigenlijk dezelfde werkvormen, zou je kunnen zeggen. Dus wij zijn ook als het lab heel erg aan het experimenteren en creëren ook ruimte voor docenten om te leren. En echt zelf te bedenken waar ze mee aan de slag willen. En nou, ook op die thema's persoonsvorming. En we werken ook aan die binding. Hè. Je noemde ook zo mooi dat je je thuis voelt en dat je inderdaad iedereen ziet als mens. Nou, datzelfde creëren we eigenlijk in de labs. Ja. Hè, dat je vanuit daar kunt gaan leren. Maar inderdaad wat je zegt, het mooie vind ik ook dat je dan merkt dat ik ook met dat dilemma zit in de labbijeenkomsten. Hoeveel ruimte geef ik daar en wat ga ik daar voor kader stellen? Dus ik word er ook zelf mee geconfronteerd en ik leer daar ook zelf van. Nou, en dat is een zoektocht waarin we elkaar wel versterken. Want we zitten nu met 10 voorstellen in het lab. We hebben het afgelopen jaar ook zo'n 15 voorstellen gehad. En je merkt dat docenten heel veel aan elkaar hebben en ook studenten die meedenken daarin. Om daarin van elkaar te leren en toch een stapje meer te zetten. Dat lef, die durf die het vergt, gewoon te gaan doen. Daar gaat het om. Ja, mooi. Dus je ziet dat leren met en van elkaar eigenlijk gebeuren binnen de major. Docenten en studenten leren van elkaar. Vervolgens zeg je, dan gebeurt het ook nog weer eens eigenlijk in het SSB-lab, want daar gebeurt het op een ander level. Maar we hebben er straks ook in het begin gezien dat er nog 3 labs, of dat er 3 labs zijn. Gebeurt het op die schaal dan ook weer? Nou, zeker met de 3 projectleiders onderling. En we zijn nu ongeveer een jaar bezig. Ook steeds weer met de 3 labs gezamenlijk aan het optrekken. Dus we hadden een latte met de labs. De koffie komt weer terug. Ah, event, want daar komen mensen altijd op af om kennis te maken. En ook te ervaren wat we doen en je eventueel aan te sluiten. Want het is echt een enorme vrije ruimte. Hè. Wat Rut ook creëert bij deze studenten, die vrije ruimte. Die vrije ruimte is er ook in de labs. Ja. Dus ook op de andere thema's. Om met ideeën te komen, om die verder te brengen. Ja, tof. Rick, wat betekent dit voor jou? Wat heeft dit voor jouw ontwikkeling eigenlijk Ik vind het gewoon heel vet dat je als student gewoon een keer wat invloed hebt op wat er nou op Winnesheim gebeurt. Ik voelde dat je als normaal student, dan gaat het maar gewoon een beetje langs je heen. Het gebeurt maar. En nu heb ik van, ik kan echt wat betekenen voor Winnesheim. Ik kan verandering brengen in hoe het hier te werk gaat. En dat is voor mij, vind ik, fantastisch. En wat kan je betekenen? Want daar ben ik even nog nieuwsgierig naar. Welke verandering kan je bijdragen? Kan je meenemen? Het veranderen van naar flexibel onderwijs. Dat je zelf regie in de lessen kan hebben. Punten verdienen door iets wat je echt spreekt. Waardoor je drijfveren beter worden. Dat vind ik mooi, ja. Ja, super. Ja, iets vergelijkbaar ken ik wel. Want ik ben student journalistiek. Heb de werkplaats gedaan. En daar heb je een beetje een soort gelijk. Dat je in principe jezelf je invulling mag geven wat je mag doen. En op die manier dus je punten mag gaan behalen. Ja. Herken je dat? Ja, dat is inderdaad. Het kan nu nog niet met de punten. Dat is nog wel in de toekomst. Want je moet die ergens vandaan halen. Dus het kan wel met de vrije keuzeruimte. Dat is iets waar je dus zelf kan invullen. Of een pakket van de minor. Maar dat is allemaal nog in proces. Maar dat is wel de bedoeling. En wat wil je nog bereiken? Ja, dat we willen in ieder geval dat het heel zichtbaar wordt voor Winnesheim zelf. Dus dat mensen ook, of studenten ervan af weten dat het een keuze is. Major X. Ja, en dus echt dat het van de
van niet meer bekend staat voor mensen die achterlopen. Okay. Ja, meer voor de spreiders die op een bewuste keuze kiezen om op een bepaalde manier hun opleiding verder vorm te geven. Ja, precies. Ja. Hey, Ashley, kun je het andere studenten een beetje aanraden? Ja, zeker. Het is heel laagdrempelig, maar je kunt er zoveel uithalen als dat je wil. Ja. En wanneer zou je dan tevreden zijn met deze module? Wanneer ik tevreden zou zijn? Uiteindelijk is mijn doel sowieso mijn studie halen. En daar draagt dit echt wel in bij. Ik krijg er wel veel meer motivatie uit. Dus als ik mijn studie haal, dat zou sowieso top zijn. Maar ik heb voor mijn gevoel al heel veel gewoon uitgehaald met persoonlijke ontwikkeling. Dus op die manier is je doel al een beetje bereikt? Ja. Kun je een voorbeeld geven? Ashley, waar heb jij, wat heeft het jou gebracht? Dus je zegt, ik heb er al heel veel aangehaald. Ja, zelfvertrouwen. En door met elkaar in gesprek te gaan, verbinding te creëren. Wat ik heb jij misschien ook wel. Maar als jij gewoon normaal in een klaslokaal zit, dan kun je niet van elkaars voorhoofd aflezen. Nee, precies. Gaan we het straks hebben bij een ander gesprek over keuzestress en keuzes maken. Dat lijkt me ook best ingewikkeld dat je als student dan gevraagd wordt om mee te denken in het onderwijs. Was dat voor jou zo, Rick? Ja, ik vond het juist echt gewoon als een uitdaging. En er wordt normaal nooit iets van mij gevraagd om nou te helpen met het onderwijs. Dus ik vond het heel vet. Maar ook wel inderdaad, het is ook een uitdaging. Maar ik hou wel van uitdaging. Dus. Ja, mooi. Eigenlijk doe je een oproep hier, hè? Een oproep aan alle docenten van Winnenzijn. Ja, kun je nog één keer verwoorden? Wat is jouw oproep? Nou, om eigenlijk ook, om flexibel aan de slag te gaan. Niet alleen maar gaan zenden als student, maar ook terugvragen van de student. En kijken van, hey, wat kan ik voor de ander betekenen? En andersom ook geven en brengen en nemen inderdaad. Ja, supermooi. Als laatste nog eigenlijk inderdaad, we hebben gekeken dus nu naar dit lab, en we hebben gekeken naar dit specifieke voorbeeld. Noortje, is dit nou een tekenend voorbeeld? Wat kun je iets vertellen over die anderen die dan ook nog spelen? Nou, het is in die zin wel een tekenend voorbeeld, omdat Ashley liet daar net al iets over los. En Rick ook, het flexibel onderwijs, dat zit ook zeker in de andere labs. En dat vraagt echt die andere manier van denken. En vanochtend heb jij ook kort gepitcht en toen zei je ook, ja, dan mag ik mijn studie spreiden. Ik vind dat echt een heel mooi woord. Positieve context, maar dat kost me wel gewoon meer geld. Dan ben ik 2 jaar langer bezig, moet ik 2 keer €2000 extra betalen. En dat is echt een vraagstuk wat we met de 3 labs gezamenlijk kunnen oppakken. Ja. Om te kijken van het systeem werkt niet helemaal mee met deze manier van toekomstbestendig onderwijs. Nou, dat zijn echt vraagstukken die ook in de andere labs spelen. Mooi. Ik denk heel mooi om op deze manier dat wat meer te duiden en te laten zien wat het voor jullie betekent. En ook wat het uiteindelijk voor docenten betekent en voor het onderwijs van Winnenzijn. Latte met de labs komt er weer aan, gaf je net aan, hè? Ja, we zijn in Zwolle geweest. We gaan naar Almere op 28 november. Okay. Dus wees welkom. En wat doen we daar? Meer dan alleen koffie drinken? Ons ontmoeten. Heel goed. En onverwachte ontmoetingen, dingen ervaren. Laat je verrassen, zou ik zeggen. Ah, hartstikke goed. Nou, mooi oproep. En verder heb je nog het e-mailadres toegevoegd, hè? Dus als er mensen zijn. Ja, alles is welkom. Geïnteresseerd met het verhaal, medewerker of een student. Wil je meewerken? Vind je het een mooi initiatief, mag ik het zo noemen? De labs in ieder geval. learninglabs@winterzijn.nl. Dank jullie wel voor je bijdrage.